twee pakketjes binnengekomen. Ik ga ze even openmaken. Steken had ze gemarineerd. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag 5 januari en we gaan weer de dag beginnen. Nou, de dag beginnen. De dag is al heel lang aan de gang voor mij. Heel vroeg opgestaan. Fleur werd opgehaald. Ze hebben Rosa opgehaald uit Sein. Ze zijn nu lekker thuis. Maar ik ben moe. Ik ben echt heel moe. Het is toch anders leven dan dat ik normaal gewend ben natuurlijk. Maar ik wilde even wat pakketjes met jullie delen. Want er is wat binnengekomen. Er zijn twee pakketjes binnengekomen. Ik ga ze even openmaken. En dan laat ik zien wat erin zit. Eentje van debol.com en eentje van So Many Pages. Dus ik ga het even openmaken. Als eerste, op aanraden van een kijker van de shoplog of van de vlog, de 500 slowcooker recepten. Ik heb er even op moeten wachten. Eén pakketje is zoek geraakt, dus ik heb het opnieuw besteld. De ander moet ik maar zien dat dat boek ergens weer terechtkomt of nou, weet ik het wat. Maar goed, eentje is kwijtgeraakt, want er stond bij van dat die bezorger, maar die is nooit bezorgd. Dus dat, ik laat jullie straks wel even wat recepten zien. Waarvan ik denk, nou, die gaan we als eerste proberen. En ik ga even het pakketje van So Many Pages openmaken. Want ik heb wat dingetjes besteld. Ja. Nou, we gaan even kijken wat erin zit. Er zit altijd een dankjewel kaartje zit erin. En dan heb ik een aantal dingetjes gekocht. Nee, het is dit keer niet voor Yuki. Die had gisteren de Bello Box gekregen. Ik ga even dit allemaal eruit halen. Want ja, natuurlijk twee handen nodig. Oké, ik heb een My Awesome Reading Journal. Het is als een boek en je kan dus bijhouden. Oh, er zit zelfs een boekenlegger in. Je kan dus bijhouden wat je hebt gelezen. Ik vind het wel weer leuk om het dit jaar bij te gaan houden. Wat boekenleggers. Dit is een reading tracker, dus je kan opschrijven welk boek je hebt gelezen. Deze vond ik ook heel erg schattig met die bloemetjes. Een thee, Girl on Fire. En ik zag... Oh, daar heb ik er twee van. Dat wist ik niet. Dat is per ongeluk gegaan. My Dream Journal. Notitieboekje. Ik kan mijn leuke dingetjes opschrijven. Maar ik vond hem zo mooi. En het was in aanbieding. Dus ik dacht van nou leuk doe ik dat erbij. Maar het ging eigenlijk hierom. En toen ging ik een beetje los met de rest shoppen. Ja, dat gebeurt dan vaker. Weet je, dan denk je van ik moet toch verzendkosten betalen. Laat ik even kijken wat er nog meer voor leuke dingetjes zijn. En dan zie je allemaal leuke dingetjes. Maar ik ben ook heel benieuwd naar die slowcooker recepten. Of er dan wat bij zit. Ik kan de boodschappen nog aanpassen, want die komen morgen pas. Het is nu vrijdag, dus die laat ik nu op zaterdag komen. En dan ja, zitten daar vast hele leuke recepten in. Die vast nog wel mee kunnen doen voor volgende week. Ik hoop dat Fleur het dan ook maar lekker vindt. Want die moet dan 5 dagen mee eten. Dus het is niet echt, nou, maar weet je, ze houdt van noedels of zo, of een broodje, weet je. Ik kan er altijd wel even iets anders geven als ze het echt niet lekker vindt. Ze proeft het wel, maar ja, moet ook nog een beetje eten natuurlijk in. Nu is het tijd om Yuki even uit te laten en daarna ga ik even met mijn moeder boodschappen doen. Er moeten toch wat zware dingen gehaald worden, dus misschien even handig om dat samen met de auto te doen. Ze weet niet zo goed hoe boodschappen bestellen, hoe dat werkt en zo. Dus ja, dan moet je, ze wil gewoon echt naar de winkel en dan moet ik even mee. Ik vind winkel echt niet leuk. Maar goed, doen het. Gewoon even bedapperen. En ik zie jullie later weer. En inmiddels was het een drukke middag geworden. Want, nou ja, even met mijn moeder boodschappen gedaan. Even zitten kletsen en zo. En ondertussen zijn de sperrips gaar geworden in de slowcooker. Steven had ze gemarineerd. En nu zijn ze, inmiddels klaar. Ze zijn lekker gekleurd ook, zo te zien. Volgens mij zijn ze niet verbrand. Nee toch. Zijn ze verbrand? Kijk, hier weer dat knippertje. Nee, ze zijn helemaal mooi. Dat is de marinade die eraan vast zit. Oeh, heel veel zin in. Ik heb een stokbroodje erbij gehaald. Dus wij gaan dit lekker opeten. Oké, en dan is het dus nu avond. En dan was ik helemaal weer vergeten dat ik 5 dingen weg moet gooien. Ja, zo werkt dat. Ik doe even de lamp in mijn kamer aan. Het is rommel hier nog. Waar begin ik? Kijk, ik had deze wasmand al klaargezet, want die mag weg. En hier had ik al een item in. Wat moet ik met mijn masker van Zara? Ik vond het leuk om te bewaren, maar ja, wat doe ik ermee? Ik ga beter naar de kringloop.
Ik had hier een heel leuk doosje. Er zaten spullen in. Maar die moet ook weg. Maar ja, ik moet dus nog 5 andere dingen. En ik heb ook nog een hele stapel boeken hier. Die staan op Vinted. Die gaan ook weg. Maar ik heb hier eigenlijk nog veel meer. Kijk, ik heb allemaal nog dozen hier ook op mijn kamer. Die moeten allemaal nog uitgezocht worden. Komt allemaal uit het dressoir van beneden. Maar daar heb ik nog geen tijd voor gehad om dat uit te zoeken. Dit ding mag ook weg. Maar ja, dat vind ik nu niet heel handig om die weg te doen. Want die wil ik ook naar de kringloop doen. Ja, en zo zijn dus de dilemma's. En zo ben ik dus continu aan het zoeken dan wat dan weg kan. En heb ik overal wel een excuus voor waarom het niet weg kan. Maar ik moet het gewoon doen. Het is voor mij echt een heel proces dit. Ik ga even 5 dingen zoeken. Ik heb er al 2. Ik moet er nog 3. En dan laat ik zien wat ik weg ga doen. Oké, nou ik ben ook maar de kast ingedoken. En ik denk dat ik wel 5 dingen heb die weg kunnen. Die hierin zitten. Die niet. Deze mogen weg. Deze mogen weg. Die mogen ook weg. Deze zijn niet van mij. Die zijn van Michelle. Dus die moeten blijven. Dus ik heb hier al 3. Plus de andere 2 dingen daar. En dat is 5. Dus I'm safe voor vandaag. Dus die is 3, 4, 5. Ja, en schoenen breng ik niet naar de kringloop. Ik vind deze zijn op zich nog wel heel mooi. Maar nee, die mogen gewoon weg. En die kan wel naar de kringloop. En de rest gaat gewoon weg. Dus dat was het voor vandaag aan weggooien. 5 dingen. Oké, bij nader inzien gaan deze toch niet weg. Ik heb ze eigenlijk herontdekt. Want ze zijn nog helemaal nieuw. Ze zijn gewoon niet gedragen. Dat vind ik toch wel heel erg zonde. Dus ik ga ze voor volgende zomer toch wel dragen. En op een plek zetten dat ik weet dat ik ze heb. Dus ik moet nog 1 ding vinden. En ik ben nu al rond aan het kijken wat het dan gaat zijn. Maar dat kan misschien ook iets uit mijn laadje hier zijn. Er ligt ook genoeg wat weg kan. Wat? Zoveel spullen die weg kunnen. Nou, ik vind dat de bloedmaan weg mag. Dat is een zeepje. Die mag weg. Hé Joekie, gaan we die weggeven aan iemand? Of weggooien? Wat gaan we ermee doen? Hij ligt er ook alweer zo lang en zo maar uitgedroogd. Ik denk dat hij weggegooid mag. Nou, dat is alweer 1 ding minder in de la. En we hebben toch nog 5 dingen. Ja, en ik had jullie natuurlijk ook nog beloofd een sneak peek in dit boek. Ja, de valreep blader ik er even doorheen. Maar voor de komende week gaat het hem niet worden. Ik ben de boodschappen vergeten aan te passen. Helemaal niet meer naar gekeken naar dit. Maar er staan best hele lekkere dingen in. Ook soep. Dat soep sowieso heel handig is om erin te maken. En van die, maar ik zie hier dus ook... appelbeleg. Ja, dingetjes die je zeg maar als een soort van jam moet maken. Dus dat het heel lang moet garen voordat het, dat het helemaal zacht wordt, zeg maar. Stoofpeertje zag ik. Worteltaart met sinaasappelglazuur. Ja, een heleboel lekkere dingen staan erin. En dat was de vlog ook weer voor vandaag. Ik dank jullie wel voor het kijken weer naar deze vlog. Vond je hem leuk? Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. En te abonneren op mijn kanaal hier beneden op de abonneerknop voor nog meer vlogs, shoplogs en andere soort video's. Slaap lekker voor straks en kijk je het in de ochtend. Dan wens ik jou een hele fijne dag vandaag. Doei doei!